Goedemiddag. Goedemiddag. Het is zaterdag en het is 11 september. En wij zitten in de auto met z'n drieën maar. Gisteren kwam ik ook al thuis. Toen was er alleen maar deze twee mannen. En nu zijn we weer maar met z'n drieën. Niet zo teleurgesteld, hè? Helemaal niet. Maar zo komt het wel over. Nee. Het waren dan ook alleen maar deze twee. Maar ik heb opeens quality time met jullie twee. En wij hadden eigenlijk niks meer te doen. Dus we dachten... Roadtrip! Nee. Dat is met de benzineprijzen van nu niet grappig. Nee, maar wij willen al een tijdje naar Eierkamp in... Waar ligt het? Veenendaal. Veenendaal? Ja, nou, we hadden nog eentje, maar dat was nog verder. En Zutphen volgens mij. Ja. Maar het was inmiddels voor ons al een tijdje de bedoeling, ons idee, om naar Eierkamp te gaan. Want extra inspiratie uiteraard voor een verhuizing voor in april. En dat is nog hoeveel maanden wachten? Genoeg. Ja, tel maar. Oktober, november, december, januari, februari, maart, april. April, 7 maanden! Nog maar 7 maanden! En dan gaan we verhuizen. Maar voor de verhuizing willen we eigenlijk alles vanaf voren af aan uitgeplozen hebben. Zodat we er niet meer over na hoeven te denken. Dus we gaan inspiratie opdoen. Dus dit zal een verhuisvlogachtig iets worden met inspiratie. En we nemen jullie mee. Maar voordat we bij Eierkamp aankomen, lekkere reclame trouwens, gaan we stoppen bij Starbucks. Ja. Yay. En daar zijn we bijna. Dus dan ga ik even lekker koffietje nemen. Dat hebben we verdiend. Wat heb je dan? Koffie. Karamel. Oeh. Zo, we zijn bijna bij Eierkamp. De Starbucks stop was erg lekker. Rechtdoor. Ja, dat snap ik, oh, maar... Was lekker. En nu zijn we er bijna. Eigenlijk. Toch? Als het goed is wel. We slingen er even door, maar... Heb je ook wat te klagen? Nee, hè, niks te klagen, hè? Nee, ga je nou liever gezichtjes trekken? Wat heb je dan te vertellen? Daar. Nee, ik moet nog rechtdoor. Ja, dat staat er niet. Jawel. Hij zet me daar midden op de weg stil, schat. Maar zo kom je te denken. Nou, ik denk het wel. Ik denk het niet. Ik denk het wel. Ik denk het niet. Ik denk het wel. Martijn rijdt verkeerd. En hij kort niet aan camera. Ja, dat doe ik best wel eigenlijk. Maar eerlijk is eerlijk, het is wel raar dat de navigatie midden op een hoofdweg laat stoppen. Ja, dat is wel waar. Totdat je verkeerd rijdt, want dan zegt hij dat je ineens ergens anders heen moet. Ja. Maar je reed wel verkeerd. Ja, ik reed verkeerd, schat. Ik had er hier ook in gekund. Nee, dat gaat niet. Ah, dat had wel gegaan. Nou, ga je ook nog vertellen waar ik moet parkeren? Ja. Beetje dichterbij. Nee hoor, zoek zelf maar een plekje uit. Nee, nou ga jij het vertellen. Een hoop auto's. Heel veel auto's. Ik wil niet uit. Rechtdoor dan. Ja. Maar rechtdoor, hè. Ja. Hier. Hier? Ja, hier plek zat. Daar. We staan geparkeerd. Ga je lopen vertellen? Zo is goed. Zo is niet goed. Ze stond niet in het vak. Hallo, we zijn er. Ga je mee? Ga je met ons mee? Ja.
meteen, dit is de gewenste grootte van de eettafel, denk ik, hè? Maar nu kunnen we met z'n 10 aan tafel. Dan kan je met 12 zelfs aan tafel. Hij is 3,80. Blijkbaar iets te lang. Nee. Ben je een monster? Ben je een monster? Dat is niet zo vies, Peter. Je zit helemaal onder. Takkie takkie. Daar hebben we natte doekjes voor nodig. Ja. Misschien weten wij al te goed wat we willen, waardoor je er eigenlijk zo doorheen jas. Dit is niet, dit is niet, dit is niet. Ja. Maar dan moet je nou, yes, nou het juist is geen juist vinden wat erbij past. Ja. Wat je wel wil. Als we weten wat we willen, maar waar is het te krijgen? En dat is een beetje het punt, denk ik. Ja. Nou, we zijn nu wel een stap verder met de tafel, want dat was echt wel een issue. Die konden we echt nergens vinden, dat we dachten, oh nee, zo meteen is het er gewoon niet. Wat wij willen. Maar? Dan moet je het laten maken en dat, daar zag ik wel dacht van, oh. Maar ja, goed, nu hebben we wel iets dat we zeggen, nou, mogelijk... Dat is mogelijk heel goed iets voor ons. Ja. Ja. Dus met de tafel zijn we verder. Wel een leuke wandtrekking gezien ook. Want die onderdelen vond ik echt wel... Ja, ook heel tof. Vond de benaming daarvan vond ik ook wel grappig, want dat is echt wel weer typisch. Shelf made. Goed. Ook leuk gezien. En nou ja, jullie hebben natuurlijk een paar beelden gezien. We hebben heerlijk rondgedarteld. Lekker rondgelopen en wel weer veel dingetjes van oh, dat zou je nog zo kunnen doen of sowieso weer. We kunnen vooral heel veel afstrepen wat we niet willen en dat zijn we echt heel erg goed in, maar dat vormt wel steeds meer hetgeen wat we wel willen. Nee, ja, dus eetkamerstoelen hadden we gevonden waarvan we dachten dit worden de eetkamerstoelen en we hebben ze nu gewoon niet leuker gezien. Nee, nee, zeker niet. Dus dan, daarom zeg ik, van, we kunnen dingen best wel afstrepen. Ja. Ja, mee eens. Ja, hè? Ja. Tot zover. Oh, staan ze met de motoren. Oei, oei, oei. Oei, 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 oei. Echt motors. Mm-hmm. Ja.
Daarom ben ik een mooi weerrijder. Ja. Dus tot zover eigenlijk deze update. Een stukje van wooninspiratie. En ik denk dat jullie me niet meer kunnen verstaan door daar de regen. Wat denken jullie? Denk jij? Ja, is hard genoeg schild wel. Ja, dus tot zover de wooninspiratie eigenlijk. Bij deze verhuisvlog, want dit is een verhuisvlog denk ik. Denk jij? Ja, ik denk dat het wel een onderdeel van een verhuisvlog, ja. Ja. Ja, ik denk het ook. Nou, heftig. Dus we gaan nog even kijken waar we jullie verder meebrengen vandaag. En anders gaan we straks thuis afsluiten. Ja, inderdaad. Wij zijn thuis. En wij zijn via binnenroute, binnendoorroute naar huis gereden. En toen heeft Martijn me heel veel leuke huizen gezien. Die ik pas geleden met een rondje op de motor tegen ben gekomen. Ja. Toen dacht ik, nou, dat moet ik haar ook nog een keer laten zien. Maar goed, Mirjam heeft geen helm meer voor achter op de motor. En we zitten natuurlijk met de kinderen, dus dat is niet makkelijk. Nee. Het weer wordt er al helemaal niet beter op. Nee. Dus dat op de motor, dat zal hem niet meer worden. Voorlopig. Maar goed, dus dan maar met de auto. En waar nu, nou ja, via Meerkerk kan ik... Ja. Daar binnendoor steken. Kun je helemaal binnendoor rijden. En heel veel leuke huizen bij Oud-Alblas gezien. Ja. Allemaal grote nieuwbouw vrijstaande woningen. Dus we gaan door naar een grotere 200 in Kapper. En daarna ooit wordt misschien... dat het doel toch wel. Ja, het is wel het doel. Dus hoort ook nou... bij de verhuisvlog, zeggen we dan maar. Ja, of dat nou Oud-Alblas is, dat wil ik niet zozeer zeggen. Het is gewoon hier ons eigen dorp. Ja, maar dat is dan maar afwachten. Ja, en verder hebben we niet zo heel veel bijzonders gedaan. We hebben eten besteld. Gaan we lekker eten. En daarmee deze video dan ook afronden. Ja, afsluiten. Afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. En te abonneren. Hieronder. Hieronder. En tot volgende week. Doei.